Mensen, top dat jullie bekijken. Jullie hebben een heleboel vragen. En één veelgehoorde vraag is, waar is de tank? Weet je wel, die je gekocht hebt. Nou, die vraag gaan we deze video beantwoorden. Maar misschien hebben jullie nog veel meer vragen. En Dirk en ik, wij gaan binnenkort even zitten. En gaan we al jullie vragen beantwoorden die je hieronder in de comments zet. Maar, nu eerst naar Engeland. Hey, kijk eens wie er ook is. Luut komt ons mee helpen om de tank te demonteren. Want we hebben de kar meegebracht. Die hebben we daar al afgepikt. Maar ja, die tank die past er natuurlijk niet op. Maar we hebben wel een heleboel losse onderdelen. En die mogen niet mee op de vrachtwagen. Dus die gaan we sowieso op de kar leggen. En we gaan ook alvast kijken om de toren los te zetten. Want die moeten straks in Nederland af. Maar dan ga ik straks nog wel even uitleggen hoe dat zit. Zo. Dan zijn we weer gezellig binnen. We gaan hier alvast een voorwerk doen. Want dit de kanon, daar mogen wij niet direct mee naar huis nemen. De tank die gaat hier straks op de dieplader. Dan gaat hij naar Nederland. En dan hebben wij daar iemand gevonden die heeft de juiste papieren voor dit ding. Maar het is wel de voorwaarde dat hij dan ook bij hem op zijn terrein blijft, de kanon. Dus wij gaan nou vandaag de toren al losschroeven. En dan gaat de tank straks op de dieplader. Gaat hij naar Nederland, naar dat terrein. Tillen we daar de toren eraf, samen met het kanon. En het onderstel dat komt naar ons naar de werkplaats. Totdat we alle papieren in orde hebben, dat we hem weer samen kunnen bouwen. Eerst even een beetje ruimte maken. Hè? We hebben al een boutje los. De eerste bout is al los. Ah. Moet je kijken, dit is allemaal roest en daar zit één bout. En die kunnen we gewoon losdraaien. Dat is toch wel een feestje waard. Oh ja, hebben we. Het zit wel vast, maar het komt ook los. We zijn overgestapt naar de onderste, hè? Ja, ja, inderdaad. Want we hebben het zeg maar zo bedacht. De bovenste, daar staat de toren mee vast aan de draaikrans. Maar met de onderste zit de draaikrans vast aan, het onderstel. Dus als we die losdraaien, dan kan gewoon heel de toren met de draaikrans samen met heel die aandrijving en al die zut die hier in de weg zit in één keer eraf gepakt worden. En die bouten gaan ook makkelijker los, heb ik net gehoord. Het is echt een feestje hier. Oeh. Wie heeft die vastgedraaid? Ja, die zit gewoon los. Dat is gewoon sabotage dit, toch? Kijk eens, we zijn bijna rond, hè? De laatste. Ja, niet helemaal de laatste. Nee. Er zitten er nog wel een paar, maar we hebben de meeste wel losgezet. Anders valt hij eraf dadelijk. Zo, het is allemaal los. We hebben de bouten aan de onderkant van die tandkrans losgezet. Dus nu kan de toren eraf gepakt worden. Ja, er gingen hier aan de onderkant nog wat kabels naar het kanon. Die komen daar in het midden uit de vloer. Daar zit een buis. En die buis die gaat hier naar het kanon. En die zit eigenlijk, die buis die zit gewoon met een vork, zeg maar. Wordt die meegenomen. Dan draait heel de vloer mee. Maar dat kunnen ze dus gewoon eraf pakken. Wat verdikke, dat viel mee. Een half uur hadden ze tegen mij gezegd. Een oude gepensioneerde tankcommandant die met zo'n ding gereden had. En toen zeiden wij, dan zullen wij er wel 2 uur over doen, want we weten niet precies wat we moeten doen. Maar een half uur hebben we toch wel gered eigenlijk. Ja, valt niks tegen. Ja, we zijn even die zijkant er aan het afhalen, want anders gaan we hem onderweg verliezen denk ik. Moet je kijken joh, hier. Ja, die hangt daar nog vast. En hier nog met een snipje, maar dat stelt niet veel meer voor. Handig joh, wel een slijptol meegebracht, maar geen verloopstuk voor de Engelse stopcontacten. Zo, de meeste troep die er vanaf kan vallen is nou wel los denk ik. We zijn klaar, het zit erop. En we hebben een paar mooie containers voor bij de werkplaats. Ook dat is fijn. Ben je blij, Dirk? Zo, wat een bende zeg. Nee, dit gaat goed komen. Het viel me alles mee. Dit was snel gedaan. We hadden die bouten hadden we eigenlijk zo los. Ja. En de zware steen die hadden we ook zo opgelegd. Nou, ik ben een heftruck daar nou een beetje erop geschoven. Alles goed vastgeknoopt.
kunnen we gaan. En het allerbeste nieuws, dat kreeg ik daarnet via de telefoon. En dat is dat de laatste papieren geregeld zijn. Dus we kunnen het transport gaan plannen. Het duurt niet lang meer. Ja, een paar weken hopelijk dan, hè? Kunnen we de motor openhalen. Zo, ja, daar zijn we het meest benieuwd naar. Het liefst hadden we die vandaag opengeschroefd eigenlijk. Ja, Luut, wat denk je? Ja, dat was wel iets, hè? Ja, toch? Er is nog wel iets van te maken. Het begin is gemaakt. Zo is het. Een goed begin is het halve werk. Zo, we zijn weer terug in Nederland. Hé, hey, en we hebben nog meer goed nieuws. Want het transport is ondertussen geregeld en de tank komt zeer binnenkort naar de werkplaats. Dus ik zou zeggen, zeker blijven kijken. En bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.